Hoi, ik ben Bart van Max Music en vandaag gaan we het hebben over de Aira Vision Twins Spot. De Vision Twins zijn, zoals het al in de naam zet, dubbele moving heads op één basis. Met als leukste feature dat ze op een 35 mm statief, dus een standaard eh, luidspreker of eh, verlichtingsstatief, geplaatst kunnen worden. Uh, uiteraard zitten er ook beugels onder uh, waarmee je ze aan de truss kunt hangen als je dat zou willen. Ook deze zijn uitgerust, net zoals de rest, met PowerCon in en uit, de blauwe en de witte stekker en DMX in en uit. Uh, daarmee kun je ze eigenlijk vrij makkelijk op elkaar doorlussen en of je maar één stroopkabel te leggen. Dit zijn de spot-varianten. Uh, je ziet het al achter me. Uh, spots betekent over het algemeen dat ze een go-wiel hebben en een wat bredere uitstraling. Uh, ze kunnen dus van allerlei figuurtjes projecteren op een achterwand of door de lucht in de ruimte als je rook hebt. Dat hebben we hier helaas niet. Om even door de features van deze Moving heads heen te lopen. Het zijn dus twee moving heads, beide met een 75-watt LED-spot aan boord. Uh, zoals je ziet, ze hebben een gobo en een kleurenwiel waarmee je figuurtjes en kleuren in de straal kunt brengen. Er zit ook nog een drievoudig prisma in. En uiteraard is de moving head, dus je hebt de pan- en tiltfunctie. En een elektronische focus waarmee je ze op elk mogelijk oppervlak kunt focussen. Dan ga ik even naar de computer hiernaast toe om wat functies van deze moving heads te tonen. Uh, uiteraard hebben ze, net als elke andere moving head, een pan-functie. Even oh, terug. Ja en een tilt en in deze modus hebben we ze samen laten werken je kunt ze ook individueel aansturen via DMX indien gewenst uiteraard zit er een kleurenwiel in te beginnen bij wit en open dan gaan we naar rood een lichtblauw een lichtgroen en geel dan hebben we een paars een donkerblauw een wat donkerder geel en oranje en dan uiteraard een kleuren scroll waarmee je door heel het kleurenwiel heen kunt bewegen zowel langzaam als snel dan ga ik ook even het gobojon demonstreren. Nou, dit is als gobo 1. Je hebt dat open. En dan heb je een klein assortiment. aan gobo's. Deze kunnen niet roteren. Het zijn alleen statische gobo's. We hebben uiteraard ook een dimmerfunctie. Ook deze is best wel heel netjes voor een LED-moving head. En je hebt de focus. Waarmee je ze van dichtbij naar ver weg kunt focussen. Probeer een beetje strak te krijgen. En er zit een prisma in, die eventueel ook kan draaien. Dat waren alle functies van deze moving heads. Uh, mocht je nog vragen over hebben, dan verwijs ik je door naar de beschrijving. Daar vind je een linkje naar de productpagina. Mocht je vragen hebben over deze moving heads of iets anders, uh, dan kun je een reactie achterlaten in de comments of even contact opnemen met onze helpdesk. Dan vraag ik je om een like achter te laten op deze video. Abonneer je op ons kanaal en dan zie ik je graag in de volgende video weer terug.